Hallo Kajsonite, ik ben Mark en ik ben nu vandaag met Ricardo en ik doe een nieuwe serie genaamd God War Warhammer 2. En dit doe ik dus met Ricardo. En ik ben nu dus de faction, even denken, wat was het ook weer? Followers of Nakash. En Ricardo zit hier volgens mij boven, even kijken waar hij helemaal zit. Ik ben helemaal bovenin. En als Norse Kajs. Wolfric the Wanderer. Ja. Even kijken waar je ongeveer zit. Hier, ja. Maar deze serie die gaan we dan ongeveer met iets van 20 beurten doen, denk ik. In de eerste aflevering. Dus ik weet niet precies hoe lang dat gaat duren. In ieder geval, Ricardo heeft nu als eerste de eerste beurt. Dus wat hij nou allemaal gaat doen, geen idee. Nou, wat ik als eerste ga doen is Longship Graveyard aanvallen. Oh, daar. Oh ja, je kunt natuurlijk ook markeringen zetten van wat je gaat doen. Het duurt een aantal beurten voordat mijn leger er is, dus ga ik als eerst een paar extra mankrachten pakken. Ja, en dan ga ik nog even een technology pakken. Ja, ik zelf kan het niet zien, maar ik moet zo natuurlijk ook hetzelfde doen. Maar wat ik zelf weet van followers of Nagash heeft dat ze niet echt kosten hebben van een army. Dus eigenlijk kunnen ze zoveel mogelijk mensen hebben in zijn army. En het zal eigenlijk totaal niet zoveel. Dat is niet helemaal waar. Ze hebben een limit cap van hoeveel lords je kan. Ja, oké. Dat dan wel weer. Maar... maar ja, zoals je kunt zien, mijn inkomen en zo is natuurlijk wel wat minder hoog. Je hebt bijna als Tomb Kings heb je bijna geen inkomen. Nee. Weinig in de beurt, dan ben jij in de beurt, Mark. Yes. Even kijken, gaan we even weer helemaal naar het zuiden. Als ik game even mee wil laden, ja. Want ik heb nu in ieder geval als twee steden en ik wil dan een beetje richting Lashik toe gaan. Want dan heb ik zelf ook, als ik op de Wizard Caliph's Palace ga staan, dan zie je dat ook Lashik een van de steden is. Dan krijg je ook wat meer bonussen van. Ik ga nu als Ark in the Black ga ik even wat units recruiten. Even zien, wat is wel verstandig om misschien nog meer van te hebben. Deze misschien nog wel. Nog extra Crypt Ghouls en nog misschien nog van die Skeleton Warriors en Spearmen. Zo. Even kijken. Gaan we eens even zien, want we kunnen ook in Wizard's Palace ook nog wat bouwen. Advanced Military, daar kan ik nog niks mee. Walls, misschien wel handig in later. Maar ik denk dat voor mij misschien wel het beste is om meer inkomen te krijgen, dus daar gaan we gewoon voor. Mark. Ja. Dat heeft weinig zin inkomen te maken voor de Tomb Kings, want het beste als je inkomen daar wil hebben, kan je gaan... raiden, daar krijg je geen inkomen van. Oh ja. De gebouwen die jij maakt hebben bijna geen inkomen. Het duurt dan verschrikkelijk lang. Ja. Oh. En veel gevechten, dat levert ook veel cash op. Ja, en ik zie ook dat ik nog een hero heb. Dus dan moet ik eventjes een van mijn troepen weghalen. En dan kan ik daar ook in de army zitten. Zo. Nog even een research. Maar is het verstandig om de Wisdom of the First Dynasty te doen. En dan is het nu eind van bed. En wat mijn plan is om eerst een beetje de coastline een beetje van mij te maken. En dan een beetje... deze steden van de Eye of the Panther en zo. En de Vulture Mountain, die wil ik misschien later ook nog wel een keer hebben. Maar die zijn veel moeilijker om te infiltreren. Met ervaring. Maar is het toevallig ook niet zo dat er ook nog treasures op het water kunnen zitten, Ricardo? Want volgens mij is dat wel iets wat er is, of niet?
Je kan nu ook watergevechten hebben, maar dat komt er gewoon eruit te zien als je op een klein eilandje. Oh ja, hier, Mysterious Island. Maar kijk uit voor de vampierenpiraten. Die zijn, die hebben allemaal gunpowder. Die zijn best wel moeilijk om te verslaan. Oh ja. In het begin. Nou, nu is Ricardo's beurt weer. Maar ik denk dat de eerste paar beurten nog best wel snel gaan. Ligt er ook een beetje aan natuurlijk wat er allemaal gedaan moet worden. Ja, de eerste beurten gaan redelijk snel. Komt omdat er nog niet zoveel te doen is. Dat klopt. Nou, zo te zien ga je al met je lord naar de Longship Graveyard. Ja. Misschien War declared, units recruited. Ja, oké. Een aantal van mijn units die zijn in ieder geval recruit. Maar ik ga gewoon voor een hele volle army. Als de Tom Kings heb je wel een nadeel. De unit strength in de unit strength van sommige zijn minder dan van andere facties. Dus je moet sowieso meer hebben. Ik heb ook wel eens gehad met een campaign dat je op het einde dat ik 5, 6 van jaar legers nodig had om één. Leger van Chaos Clan. Oh ja. Ja, daarom zit ik ook wel een beetje met de faction die in het zuiden zit van die Warriors of Chaos. Want die komen voornamelijk in het noorden in het begin. Maar dat duurde wel even voordat ze er zijn. Maar die zijn nog. Kan nu zijn dat het anders gaat, want ik ben Noorse Clan. Ik kom pas zodra ik mijn totem gevuld heb. Oh. Dus dat kan nog even duren, maar ik beloof niks. Dat zien we zelf wel. Hey, er komt een Blooded Axe Tribe. Die komt naar mij toe. Zijn er wars declared? Oh ja, battles die worden uitgevochten en die moeten we dus, ja, die ga ik dus nu even spectaten. En de laatste hebben die laten we wel even uit. Maar normaal gebruiken we gewoon de auto-resolve, de middelste functie, maar nu willen we gewoon die battles zien. Dus, ik zie jullie zo wel weer terug wanneer het laden voorbij is. Zo, ik ben er weer. Het laden verliep eigenlijk nog behoorlijk snel. Dus nu is het gewoon even kijken wat Ricardo van plan is. De eerste paar beginnende battles, maar niet echt spannend. Je kan gewoon je legers gebruiken om ze aan te vallen. Je hoeft niet echt een strategie te hebben. Nee. Maar ik denk dat in latere battles dat een strategie nog misschien wel verstandig is. Dat is dan wel verstandig, maar ik, als jij een grote leger hebt en je units zijn sterker, dan win je gewoon. Ja. Ik vind het alleen een beetje vaag, want ik zie de vijandelijke troepen helemaal niet. Oh, nu wel. Het was wat laat. Hallo. Nou, ik zit nu te spectaten via jouw vijanden. Verderop komt het leger aan. Het leger van Ricardo. Als jij de Marauders kan vergelijken, vergelijk je nu met gewoon met Vikings. Ja, zoiets. Oké, okay, bovenin zie ik ook dat Ricardo advantages heeft over de enemies. Dat is meestal natuurlijk wel beter, anders verlies je meestal ook nog wel. Dat hoeft niet altijd te zijn, maar.
Oké. Hier zitten al een aantal mensen met die chariot zitten al dingen te gooien. En battle has commenced. Oké, het ziet er nou uit dat de skinwolves via achter die marode hunters gaan aanvallen. Victory is in our grasp. Zo, dat is een schip voor mij. Zien, dit zijn. Of van die speer trouwens. Aha. Eens kijken. Sommige mensen die vluchten ook. Ik zeg wel logisch. Ja, het gevecht is in principe nu al gewonnen. Ja. Zodra de lord van hun verslagen is, dan dropt de moraal zo hard dat het eigenlijk wat dan is. Ik vind het ook wel komisch, een aantal van jouw troepen die rennen ook gewoon achter die enemy troepen nog steeds aan, terwijl ze gewoon wegvluchten. Dat heb ik extra gedaan. Want ze rennen ze achteraan, dan kunnen ze niet zomaar terugkomen, dan moet ik weer... Oh ja, dat is wel handig, ja. Want dat doen ze ook nog wel eens. Hoppakee. Ik heb een prestatie erbij. Oké. Nou, ik ben zo weer terug nadat het laden weer voorbij is. Zo, zijn er weer. Het is nu de stad waarschijnlijk helemaal kapot gemaakt. Of gewoon van veroverd. Oh, ik zag net ook dat een constructie compleet was. De Charnel Plaza. Ben ik er klaar met mijn beurt? Ja. Oh, zit wel op de derde beurt? Oké. Dat mag op de tweede. Ja. Okay, die kunnen we gelijk upgraden. Ja, voor mij is het nu voornamelijk even wachten nog. Totdat ik mijn troepen een beetje... op een... Of ja, totdat mijn leger een beetje vol is en dan kunnen we de eerste dorpje misschien nog aanvallen. Ik hoop wel dat voor Warhammer 2 een nieuwe DLC is of Warhammer 3 moet uitkomen. Dat het nog een grotere campagne wordt. Nou, ja. Van Warhammer 1 naar 2 is deze map al flink uitgebreid. Dus ik vind het eigenlijk al knap hoe ze het zo hebben uit kunnen breiden. Ja, maar dat is totaal waar, dat is altijd leuk.
Doomkip, die zit nog best wel ver van ja, andere steden af. Maar ja, die heb je volgens mij ook nog steeds nodig. Even zien, er zijn weer wat units gecruit. Oké, okay, nog één beurt en dan kan ik de stad gaan aanvallen. Ga ik dus de volgende beurt dat stadje aanvallen. Daarna een keer deze richting op. Maar dat is voor later. Waarom zit die bloody X-stripe zitten bij mijn Sorceress Island? Why? Het is niet alsof ik met een oorlog heb, maar... Ja, jou kennende verlies je straks je eerste stad ook nog en is het campagne heel snel afgelopen. Nou, dat hoop ik maar niet. Gebeuren. Wat? Dat ik het zo zie gebeuren, dat jij je zo meteen je stad weer verliest. Ja, zoiets. Even zien. Oké, deze kan een mooie. Nou, die gaat alvast richting de stad. I am a lord of Britannia. Never. Ja, dat valt misschien nog een probleem. Er zit ook nog een lord. Dan toch maar goed dat ik eventjes de extra troep heb getraind. En misschien gaat die lord nog wel denken van, oh, laat ik hem eens aanvallen. Hey, Vampire Coast. Oh, geen non-aggression meer bij mij. Thanks.
Ja. Laden duurt nog wel een beetje lang. Voor de Nee, dat is niet laden. Dat duurt gewoon even, omdat er gewoon zoveel facties zijn. Als je op een gegeven moment bij 100, ik zeg maar wat, bij 200, 200 bent, zijn dan aardig als facties groot, dan duurt het gewoon kort. Ja. We zien, hoe ga ik dit doen? Want ik denk niet dat ik die stad kan gaan overnemen als er ook nog een ander persoontje bij zit. Kijken. A choice of servants. Ja, dat is een goeie. Choice of servants. Tom Prince, Light Priest, Necrotect of a gift. Ik zou Necrotect nemen. Oké. Okay. Ik denk wel dat ik die mooi in mijn leger kan doen. Als ik deze nog dichter bij elkaar zet, dan kunnen ze ook zo. Ik hoop wel dat die Lord eens even richting mij toe komt. Zo van, hallo. Nee, die blijft daar zitten. En straks ben jij je Sorcerer's Island nog kwijt. Denk het wel. Misschien nog even wel een andere Lord recruiten. Als je dat kan. Dat zou ik zo even moeten kijken. Nou, dat is Ricardo weer. En Ricardo gaat gelijk weer voor een stad aanvallen. Nou, dat heb je zo gedaan. Dus dan ben ik zo weer terug, want dat laden gaat natuurlijk wel even weer duren, denk ik. Zo, we zijn dus weer terug. Het laden is dus weer klaar. En ik heb ondertussen ook even een roestompje gepakt, want mijn keel is nogal aardig pijnlijk aan het doen tegenwoordig. Nou, dat is eigenlijk. Ik wou dus in ieder geval zijn positie van zijn legers even aan het aanpassen. Ik denk dat hij dit makkelijk gaat winnen. Je meent het. Nee, ik meen het niet. Ik zeg het alleen.
Al die spermen van jou, damn. Oh, de wolven die gaan weer vanaf achteraan, van ons wat te zien. Damn. Maak die marauder en het is wel makkelijk dood, dat te zien. Nou, dat was wel een makkelijk gevechtje, zo te zien. Zo, we zijn er weer. Kado gaat deze stad, zo te zien, weer overnemen. Maar daar hebben ze ook ijzer. Ah. Handig. Ik denk dat ik mijn Lord ook zo nog even terugzet naar die Sorcerer's Island, want ik vertrouw die Blood Attack Stripe niet. Zo te zien, ik kan een van mijn heroes even een level up krijgen. Even zien. As parched as my bones. My master. Oh. Oké, kan ik nog een lord bij krinten? Nee, nog niet. Fuck. Ik kan wel een ritual performen. The Great Incantation of Petra of zoiets. Maar daar wacht ik helemaal niet mee. Ik vraag me echt wel wat die bloody extra doet. Kan aan mij liggen, maar oké. Okay.
follower gained, oké. My master will return. Make this ready for Arken. Oké, wat kan ik hier bouwen? Garrison, dat kan misschien wel verstandig zijn. Of betere troepen. Ik ga voor deze. Volgens mij kan ik deze de volgende beurt ook gaan upgraden weer, denk ik. Want er is weer een population surplus. Dus dat betekent veel goed. Ja, ik weet niet wat die Blooded X-Stripe doet. Anders ga ik hem zo dan gewoon aanvallen. Want ik vertrouw het niet helemaal. Als ik straks een Lord bijvoorbeeld weg heb, dan gaan ze me zo dan op dat eiland of op dat op die stad gaan aanvallen en zo. Ik kan misschien beter zo gewoon kapot maken. Weet wat, ik ga hem gewoon aanvallen. The Clear War. Dus we moeten Ricardo natuurlijk ook even accepteren. Hoezo moet ik jou helpen met een oorlog waar niks mee te maken heb? Oh ja, nee, natuurlijk gaat hij weer pushy lopen doen. Gaat hij weer vluchten. Hoppakee, attack hem. Want ik kan het risico niet hebben dat hij zo naar mijn stad loopt te racen. Oké, eens kijken. Even zien, dit zijn inventory. Dus infanterie ga ik allemaal gewoon even voor aanzetten. Dat is dus een. Zoiets, de artist die zet er hier achter neer. Direwolves die mogen hier. Felbed voor air superiority. Dat mag al gewoon niet. Nee. Oké, okay, ja.
Staan jullie gewoon daar? De Scorpion. Ik liever wat meer naar achter. En dan gaat precies hetzelfde voor de Heroes en de Lord. En dan gaan alle drie naar achter en dan vind ik het wel prima. Nou, we gaan allemaal deze kant op. Zoals je ziet, we blijven op een defensive stand staan. Even kijken. Voordat die Dire Wolves. Ik wil ook dat ze een beetje van achter gaan. Dat jullie ze gelijk die arts even gaan aanvallen. Jullie vallen hun aan. We gaan even een beetje terug. Jullie krijgen er wel een beetje te veel damage. The Warriors are rallying. Damn, gewoon een pijlenregen, gek. Your Lord is under attack. Ik heb een Scorpion die zit in zijn eentje al een beetje kapot te krijgen. Jullie helpen hun een beetje. Ik heb zo'n gevoel dat ik mijn Dire Wolves ga verliezen, maar dat is niet zo'n probleem. Yep, daar hebben we Dire Wolves. Yep. Dat maakt niet uit, ik kan ook wel weer gewoon recruiten daarna. Ik zit met mijn Scorpion die... Oh, die doet echt goed gek. Ik vind het ook gek, het is de enige gratis Scorpion. Zien. Zien? We gaan dan meestal een beetje retreaten. Daar gaan we weer een paar units. Rip. In ieder geval die speer van de baas even aan.
Dit is zo fucking infantry. Oké, val die arts even aan. Ik zit met die lord. Oké, die retreat ook al. Hoppakee, victory. Ik heb dus wel een aantal units helaas verloren. Maar die kan ik wel weer recruiten. Hey, spoiling voor een fight. De prestatie ontgrendeld. Ik ga verdedigen. Hoppakee, die zijn nu dus dood. Faction destroyed. Mooi. Dat is weer een faction minder. En dan ga ik gelijk eventjes weer een aantal Velbed en Direwolves recruiten. Omdat die natuurlijk laatst in de gevecht zijn gestorven. Oké, jou wil ik eventjes levelen. Deze doen maar. Dan kan ik jou nog even een leveltje omhoog geven. Oké, die. Eigenlijk heb ik nog behoorlijk goed gedaan. Ook al zijn er nog een aantal mensen dood gegaan. Die scorpions en de archers die hebben zo rond de 100 kills gemaakt. Dus dat is ook nog behoorlijk veel. Dus dat valt nog wel mee. In een oorlog gaan altijd mensen dood, jongen. Ja, maar ik vind het nog wel chill dat ze zoveel mensen dood hebben gemaakt. Wil je geen strategie hebben? Zet je mannetjes er neer en laat ze naar voren rennen. Noh. Ja, jongen, op een gegeven moment heb je gewoon je hele leger op één unit van de tegenstander geduwd. Ja, dan was het meer de infanterie, hè. En dan loopt hij ook niks te zeggen. Dan zegt hij ook helemaal niks. Hij zit alleen maar gewoon toe te kijken. Tuurlijk. Jij moet het doen, niet ik. Ja, ik doe meestal maar wat. Maar dat weet je zelf ook wel. Ja, dat weet ik nog. Yeah. Maar, volgens mij is het de volgende ronde de 10e beurt. En dan vind ik het in principe wel goed voor deze aflevering. Genoeg geweest. Want volgens mij zijn we nu al zo'n uur aan het opnemen. Iets langer dan een uur al. 2 uur zijn we begonnen. Ja, zoiets. Wat? Wie heeft er nou weer oorlog? Oh jee, nu heb ik oorlog met een andere faction. Die faction die in de mountain zit. Oh, leuk. Ja, ze krijgen nog een gevecht te zien. Leuk. Nou, dan is dit het laatste gevecht voor deze aflevering. Ja, vind ik wel een goed idee. Zo, laatste gevecht van deze aflevering. En er zijn nog reinforcements incoming, dus... Dus in principe kan er nog een win situatie inkomen. Ik gebruik het eerste legertje gewoon als... Verrassing, die laat ze gewoon aanvallen als ze geslagen worden. Ja, het is toch mijn hoofdleger. Ja. Die units van jou, die blijven maar spawnen. Oh my god. Hier komt een groep vandaan. Hier.
lekker een beetje in het midden in de tweefront gevecht. Lekker met zijn speren gooien, zo te zien. Die moeten we weggooien. Ziet eruit dat die marauders die proberen te vliegen van de enemy geen schijnbaar kans hebben om te vluchten. Die extro's die gooien gewoon vol tegen die paarden aan. Nou, het ziet eruit dat jij waarschijnlijk weer gaat winnen. Zo, een grote attack opeens. Heel groot gevecht hier bij die boord. Oh my god. Heel mooi begrijpt het ook zo. Ja, zo te zien wel, ja. Maar hij vindt het ook gek, hij had ook een omsingeld van iedere kant.
Nou, zoals te zien heb je gewonnen. Ja. Zo, daar zijn we dus weer. Nou. Ik had het dus, zoals te zien, mooi gewonnen. Ik heb dus nog een oorlog die er nog bezig is. En de laatste tijd is het ook nog bezig, helaas. Maar die is nu alweer klaar. Zo te zien. Maar ik ga nu deze aflevering dus weer afsluiten. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Geef like op mijn kanaal en dan zie ik volgende keer weer. Later.